Het matchfixingschandaal bij Willem II lijkt groter te zijn dan verwacht. Niet twee, maar zes wedstrijden tussen 2008 en 2010 zouden volgens de Volkskrant op een oneerlijke wijze beïnvloed zijn. Eerder werd middenvelder Carpo al in verband gebracht met matchfixing, maar nu blijken ook andere spelers zoals voormalig aanvoerder Michael Aerts mogelijk betrokken te zijn. Willem II laat bij monden van directeur Barry van Gool weten onaangenaam verrast te zijn door de nieuwe gevallen.